Goedemiddag, ik heb bij mij staan de trainer Lucas Zoekman, die vanaf afgelopen donderdag geloof ik weer als trainer hier binnengekomen is na een jaar of acht afwezigheid. Hoe is het vanmiddag bevallen? Het voelde wel wat vertrouwd aan natuurlijk. Ik zie een heleboel bekende gezichten die er 8 jaar geleden ook al waren en die nog steeds actief zijn voor de club. En als je het over de wedstrijd bedoelt, dan heb ik toch wel een gevoel dat we 2 punten verloren hebben vanmiddag. Maar hier staat een trainer naast me en die zal het zeker ook zeggen. Want aan het eind van de wedstrijd kregen ze toch wel een paar kansen. Dus zo is het met 0-0. Dan kan hij ook nog aan de andere kant vallen in de slotfase. Maar gelukkig was dat voor ons niet het geval. Maar tevreden over het resultaat ben ik uiteindelijk niet. Wel over het team. Als je ziet waar we vandaan komen. Qua resultaten, dat doet iets met een ploeg, dat doet iets met een club. Ik bespeurde toch nog enig enthousiasme op een gegeven moment de tweede helft aan de lijn, dat is ook altijd fijn. Daarnaast denk ik ook dat we voor het eerste half uur zeker 3, 4, 5 hele goede kansen waarvan 200% kansen gecreëerd hebben. Maar kijk je naar ons doelsaldo, dan zie je iets van 17-52 of zo hadden we eigenlijk gezien van de week. Nou ja, die 17, dat blijkt wel. Scoren is wel een dingetje voor ons. En je moet scoren om wedstrijden te winnen. Dan komt er automatisch weer veel druk op je verdediging. Want dan is een tegenwerper meestal funest voor de punten. En ik denk dat het feit dat we de 0 gehouden hebben, ben ik ook tevreden mee. Zeker gezien het aantal tegengoals dat nu toe. Oké. Zo eventjes naar de trainer van DZC. Even een hele korte, snelle analyse als u wilt. Een korte, snelle analyse. Nou, je hebt het gehoord. Ik denk ook dat Munstweet verzuimd te scoren. Ik vond het echt een hele slechte wedstrijd van beide kanten. Nunes speelt de lange bal, probeert de ruimte te zoeken achter onze laatste lijn, waar ze ook echt gevaarlijk mee waren en daar krijgen ze ook de kansen uit. Nou, die maken ze niet, dus wij kunnen ons organiseren in de rust. En de trainer zegt het mooi. Na rust is het 0-0 en kan aan beide kanten het doelpunt vallen. Het gebeurt niet, dus in dat opzicht ben ik dan een tevreden trainer. Ja. Nou, als we naar de andere uitslagen kijken, dan... Klimmen beide ploegen als het ware een puntje omhoog van de tegenstanders die het een beetje laten afweten. Hier de heel extreem, maar de andere ploegen verliezen ook. Hebben we dan toch een beetje winst geboekt? Natuurlijk, we zijn een plekje gestegen, maar dat had er ook 2 kunnen zijn. Nou, en dat gaan we volgende week tegen de Merino doen. We gaan ons best doen en we hebben dan Patrick Pluim er weer bij. Dat scheelt ook nu wel even voor ons. Heel positief punt was de invalbeurt van de B-junior, zijn de eerste jas A-junior. Jonathan, dat wordt een toppertje, dat kan ik je verzekeren. Dat is een tweebenige, snelle, handige voetballer. Maar die heeft ook nu al op deze leeftijd de venijnigheid om een duel aan te gaan. En dat was een voorbeeld voor ons team. Dat was heel prettig. Deze C, die staat er boven geschreven, dus die maakt zich helemaal geen zorgen meer voor de rest van de competitie. Nee, ik denk dat we de rest van de tweede gaan spelen. Dus, dat was vanmiddag niet het geval. Ja, volgens mij was 0-0. Weet je, dat is gekscherend allemaal, maar vorig seizoen rond deze fase verloren we 8 wedstrijden op rij en bleven we in het laatste duel speelden we ons veilig. En deze C is een ploeg waarin, dat zei ik voor de wedstrijd ook al, waarin we het allemaal met eigen jongens doen en we echt moeten strijden voor lijstbehoud. En als dat niet zo is, is dat niet zo. Maar deze groepen dat ik vandaag wil zien, die kunnen wel werken. En in de zand ben je weer een punt. En we zullen alles aan moeten wenden om erin te blijven. En je ziet het staat zo dicht op elkaar. Kijk, en het was eigenlijk een verslagen ploeg in de winterstop. Nou, die gaan ook de punten pakken, dus ik voorspel nog een bijzondere slotdag van de competitie. Dit was de eerste van de 7 finales, zoals ze hier in Nunspeet hebben gezegd. Die eindigt in 0-0. Nou, dan mag je nog mee blijven doen. Volgende week de volgende finale. En wat gaan we doen om te zorgen dat de Merino's met de staart tussen de benen en Veenendaal weer opzoeken? Het schijnt een goede ploeg te zijn, technisch gezien. Dus het wordt een pittige klus. Je moet goals maken. En achterin vond ik vandaag Marco goed spelen, sober. Andrew prima gespeeld, de beide backs. Dus dat zag er best wel aardig uit vandaag. In tegenstelling tot wat ik volgens het doelsaldo misschien wel verwachtte en niet gezegd heb. Dus dat is een goede basis. En nu moeten we proberen voorin meer af te maken. Gecreëerd is er genoeg. Vandaag.
Ja, want dat is misschien toch iets om nog eventjes wat aandacht aan te geven. Want ik heb zo een beetje geprobeerd te turven en gekeken van nou, wat zijn nou de opwindende momenten. Dat viel nogal mee of tegen, zoals je het zou willen zeggen. Ik zag veel blessurebehandelingen, allerlei kleine prutsovertredingjes. Maar eigenlijk heb je niet heel veel sprankelend spel. En ja, daar komt het publiek natuurlijk voor. Aan het eind werd het toch nog een beetje pittig. Hè? De scheidsrechter moest toch eventjes aan de hand gaan trekken. Dat deden sommige spelers trouwens ook. Maar die hadden dat misschien beter niet kunnen doen. Maar dat pit, is dat nodig in deze fase van de competitie? Ja, dat lijkt me wel. Volgens mij is dat in iedere fase van de competitie wenselijk dat er pit en strijd in een wedstrijd zit. Want volgens mij is dat de basis om op dat voetbal te komen. Want als je dat niet op kan brengen, dan wordt het ook al heel lastig om überhaupt in balbezit te blijven en het spel te maken. Nou, dat kan zo doorgaan. Maar nee, ja, natuurlijk is dat belangrijk. En dat heb je vandaag gezien. En ik vond inderdaad, wat je zegt, een mooie prutsovertredingjes. Ja, de scheids liet weinig toe, zeg maar, voor veel af. Of het als stuk fluit is, dat kan allemaal een beetje te ver. Maar dat was wel een beetje wat bij deze wedstrijd past, denk ik. Ja. Nou, dan ronden we het maar af. Ik denk dat jullie graag volgend jaar weer in dezelfde competitie weer tegen elkaar willen spelen. En dan gaan we het dan wel meemaken als het allemaal goed gaat. Er werd mij net nog even gevraagd, Lucas, of je ook vis had meegenomen. Ja, het is een hele goede traditie die we 8 jaar geleden ingezet hebben. En bij winst is er donderdags vis in de kantine. Maar dat was dus niet het geval, dus ik mag nog overslaan, ik spaar. Maar in de tussentijd heb ik wel gewonnen, dus je had het mij al zo mee kunnen krijgen. Ja, maar jij hebt je contact op Urk, dus ik kan wel bijtrekken. Goed, nou laten we het er maar bij houden, dit wordt iets te dichtbij. Mensen allemaal. Jullie beiden als trainers bedankt. Succes in de komende weken. Ik hoop dat eruit komt dat jullie graag zouden willen. Maar het wordt een pittige strijd, dat is denk ik wel duidelijk. En nou, laten we maar nog even genieten van het mooie weer. Morgen is het misschien wel weer wel. We gaan terug naar de studio. Fijne middag, fijne avond en een mooi weekend toe. Hey!